Johan, als je het nou samenvat voor een gemiddelde woning, wat heb je dan nodig om om gewoon echt heel duurzaam alles in te richten? Ja, als we dan echt uitgaan van een redelijk tot goed geïsoleerde woning, dan moet je toch 10 panelen voor de elektriciteitsgebruik rekenen. En je moet toch ook minimaal 15 panelen hebben voor een warmtepomp. Als je geen gas meer wil hebben? Als je geen gas meer wil hebben. En als je dan ook nog een auto wil rijden op een elektrische auto, dan moet je toch ook nog weer een paneel of 6 tot 8, misschien wel 10, als je flink wat kilometers wil maken. En als je elektrische fiets er nog bij hebt, heb je ook weer een paneel nodig. Hè? Dat is, zo werkt dat nou eenmaal. Als je tenminste maar dan kan je twee. Op één paneel kan je twee fietsen opladen. Dan kun je wel 5 keer het land van Altena rond als je dat wil. Ja. Nou, dat is toch mooi. Heel mooi. Als dat zou kunnen. Dank u.